Een zwaar hoofd als symptoom bij hyperventilatie. Een zwaar hoofd kan je ervaren bij duizeligheid, hoofdpijn, maar ook als losstaand symptoom bij hyperventilatie. En heel vaak gaat het wel samen met hoge spierspanning in je nek en schouders. En dit symptoom kan wel, die sensatie kan heel beangstigend zijn, maar het is belangrijk om te begrijpen waarom het optreedt en wat je eraan kunt doen. Nou, in deze podcastaflevering van hyperventilatiecoach.nl wil ik je uitleggen hoe deze factoren samenhangen en wat je eraan kunt doen om verlichting te vinden in dat vervelende sensatiegevoel van een zwaar hoofd. Nou, eerst even, wat is hyperventilatie? Hyperventilatie betekent letterlijk overademen. Je ademt te veel ten opzichte van wat je verbruikt. En hierdoor ontstaat er onbalans in je lichaam die klachten kan geven. En hyperventilatie is een toestand waarbij je sneller en dieper ademt dan normaal. En dat kan leiden tot een verlaagde koolstofdioxide concentratie in het bloed. Ik zei het verkeerd. En dat kan verschillende fysieke symptomen veroorzaken. Waaronder het gevoel van een zwaar hoofd. En heel vaak gaat dat samen met een vorm van hoofdpijn of duizeligheid. Nou, hoe kan dan hyperventilatie zorgen voor dat vervelende zware hoofd? Wanneer je hyperventileert, dan verlaagt dat kooldioxidegehalte in je bloed. Nou, en dit speelt een belangrijke rol in het reguleren van de pH-waarde van je bloed en het bevorderen van de zuurstoftoevoer naar je hersenen. Nou, een lage CO2-gehalte, dat kan leiden tot een vernauwing van de bloedvaten, vasoconstrictie heet dat in je hersenen, waardoor de zuurstoftoevoer vermindert. Nou, dat klinkt heel spannend en eng, maar dat is het echt niet hoor. En anders zou ik het je natuurlijk ook niet vertellen zo op deze manier. Maar het is belangrijk om te weten wat er gebeurt. En want dit is een tijdelijk iets en wat zo gauw je ontspant, dan herstelt het weer en dat geeft ook geen schade. Maar dat kan wel zorgen voor een gevoel van duizeligheid en van dat zware hoofd. Nou, spierspanning, en dat speelt ook vaak wel een hele belangrijke rol. Hè? Want stress en angst kunnen leiden tot een verhoogde spierspanning, vooral in je nek en je schouders. En die spanning kan zich uitbreiden naar de spieren rond je schedel en je kaak. En wat bijdraagt aan een gevoel van een zwaar hoofd. Langdurige spierspanning kan ook leiden tot spanningshoofdpijn, die weer vaak gepaard gaat ook met een zwaar gevoel in je hoofd. Nou, duizeligheid, dat is ook wel een heel veel voorkomend symptoom van hyperventilatie. En de onbalans die ontstaat in je lichaam door de hyperventilatie, samen met die hoge spierspanning, kan een licht gevoel in je hoofd geven, wat vaak als duizeligheid wordt omschreven. En die duizeligheid kan er ook weer voor zorgen dat je hoofd zwaar en moe aanvoelt. Hè? Dat klinkt een beetje tegenstrijdig, licht gevoel in je hoofd, maar wel weer een zwaar hoofdgevoel. Nou, als je het herkent, dan weet ik precies wat ik bedoel. En als je denkt, nou, waar heb ze het over? Dat herken ik helemaal niet. Gelukkig. En dat is natuurlijk ook het bijzondere en ook vaak het lastige aan hyperventilatie. Klachten kunnen heel erg wisselen. We ervaren het ook allemaal anders. En het is duizeligheid, hoofdpijn. Dat zijn sensaties, gevoelens, symptomen die we allemaal heel anders kunnen ervaren. Hè? Dus de ene zegt een zwaar hoofd, de andere zegt een licht hoofd, de andere zegt een drukkend gevoel op je hoofd. En hoofdpijn kan je ook ervaren met al steken. Of kramp, en dat kan eigenlijk ook in je hele hoofd, in je voorhoofd, in je bovenhoofd, achterhoofd. Ook in je kaken bijvoorbeeld, in de zijkant van je hoofd kan het ook heel vervelend zijn. En dus dat kan best wel verschillende sensaties kan je het ervaren. Dus wat een rol speelt is dus die onbalans die ontstaat in je lichaam door de hyperventilatie. Maar ook heel vaak die spierspanning. Hè? Want als we gestrest zijn, als we gespannen zijn, spannen we gewoon die spieren aan. En vooral die in je nek en je schouders. Je trekt je schouders op. Je maakt spanning vaak ook in je kaken. En dat zorgt er allemaal voor dat die spieren overbelast raken. En dat het gewoon vermoeid wordt. En dat het dus zorgt voor klachten. En dat is gewoon heel vervelend. Maar gelukkig zijn er wel heel veel dingen die je eraan kan doen. En wat zijn dan die dingen? Nou, ademhalingsoefeningen bijvoorbeeld. Rustiger ademen. Ervoor zorgen dat je ademhaling zich herstelt. Ontspanningsoefeningen. Bijvoorbeeld progressieve spierontspanning. Jacobsen is een hele fijne, goede oefening om mee aan de slag te gaan. Als je een stukje naar beneden scrolt in de podcast, dan kan je een gratis oefening van me vinden, ook Jacobsen, waarin ik je stap voor stap als geleide oefening uitleg hoe je dat het beste kunt doen, het aanspannen, ontspannen van je spieren. Kijk je of luister je de podcast op YouTube, dan heb ik een speciaal kopje gemaakt met alle oefeningen die je kunt volgen. Dus kijk daar zeker en vergeet je natuurlijk niet om je daar te abonneren.
En dan blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen. Ook iets wat heel belangrijk is, is om op je houding te letten. Vooral als je langere tijd achter een bureau zit. En een goede houding kan spierspanning in je nek en je schouders verminderen. Heel erg belangrijk. Nou, ook bewegen. Regelmatig eventjes bewegen. Wat oefeningetjes tussendoor doen. Dat zorgt ervoor dat je stress minder wordt. Maar vooral dat die spierspanning die je opbouwt gewoon minder hoog opbouwt. Wat dus een positief effect heeft. En heel erg belangrijk, water drinken. Vooral als je spiergerelateerde klachten hebt, is voldoende vocht, voldoende water drinken echt super belangrijk. Dus zorg ervoor dat je voldoende drinkt. Zeker 1,5 tot 2 liter water per dag. Ja, want dat heb je spieren gewoon heel erg nodig. Maar ook om die afvalstoffen door de hoge spierspanning af te voeren. Dus echt belangrijk, maar ook om gericht te gaan oefenen. En er zijn heel veel makkelijke, simpele, goede oefeningen voor waar je direct mee aan de slag kan gaan. Dus dat je denkt, ja, dat wil ik toch wel graag, want ik vind deze klachten toch heel erg vervelend. En ik heb niet alleen hoofdpijn, maar ook nog andere klachten door de spierspanning. Kijk dan eens bij de online cursussen, bijvoorbeeld die over spierspanning door hyperventilatie, waar je heel veel gewoon simpele, makkelijke oefeningen krijgt die heel goed tussendoor te doen zijn. Weinig tijd kosten, maar wel heel erg effectief zijn en snel resultaat geven. Dus dan kijk je op hyperventilatiecoach.nl/cursus. En als je twijfelt welke cursus het beste geschikt voor je is, dan mag je mij natuurlijk altijd een mailtje sturen waarin ik je graag advies geef. En dan vertel je even waar je last van hebt, waar je tussen twijfelt. En dan geef ik je gewoon advies. Nou, bedankt weer voor het luisteren en tot mijn volgende aflevering.